Middag, ik ben het Bruinu Productions en ik wou nog even een video maken. Zoals jullie nu kunnen zien. Het is vandaag een mooie dag. Kijk, ik kan er mooi inzoomen op die bomen. Oh ja, ik kan maar zojuist aangemeld voor een YouTube partnerschap. Dus hopelijk kan ik al die kosten wat ik door de jaren heen gemaakt heb allemaal. Ja, niet dat ik het erg vind, maar hopelijk kan ik er een beetje gaan terugverdienen, zou ik maar zeggen. Want dat is toch wel vrij handig. Want ja, dat is gewoon een hele dure hobby, gewoon, laten we gewoon eerlijk zijn. Want ja, het is gewoon net om te zeggen, bijvoorbeeld die accu wat ik laatst gekost heb, dat is ook 180 euro dus. Als ik een beetje wat kan terugverdienen, dan dat was handig zijn, zou ik maar zeggen. Maar ik weet natuurlijk niet of ik goedgekeurd word, want die hebben natuurlijk verschillende richtlijnen, zou ik maar zeggen. Ik denk dat ik qua kwantiteit er wel aan doe, maar ik weet dat als mijn kwaliteit al, als dat al goed is, zou ik maar zeggen. Want dan moet het ook een beetje verzoening zijn, maar ik hoop dat ze mij gewoon zullen accepteren. Oh, het waren een beetje vandaag, zullen jullie kunnen zien. Dus eigenlijk hoop ik dat ze mij gewoon accepteren, zodat ik daar gewoon wat geld mee kan verdienen. En even kijken, de advertenties die kunnen jullie gewoon, die komen nu onderaan de video's. Maar als je dat last van hebt, kan je ze gewoon wegklikken gewoon. Klik op dat kruisje wat erbij staat en dan zijn ze weg. Maar ja, dat moet je wel bij elke video doen, geloof ik. Want ja, want anders werkt het niet. Ik vind er wel een mooie kleur in die conifeer daar. Het zijn allemaal dennenappels helemaal. Ah. Het zijn allemaal dennenappels zo te zien. Kijk maar. Wat mooi. En kijk, die conifeer, of dat wat nog gewoon mooi aan te zien is. Ja, daar zie je toch niet veel van. Dit is ook eigenlijk al wat mooi zeg. Dat is heel mooi. Ah, morgen ga ik dus richting Roosendaal geloof ik, want dat geloof ik een modelvliegshow. Of een modelwedstrijd en na een modelvliegshow, maar ik weet niet of ik dan tot het einde blijf, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat is ook wel interessant geworden, dus ook hopelijk weer wat video's gemaakt, zou ik maar zeggen. Dus, het is echt ongelooflijk wat je hier voor me details kan opnemen, zou ik maar zeggen. Kijk. Kijk of het daar nog wat moois te zien is. Ja. Is dat vogel? Voor mensen is het een vogel in die boom daar. Was dat wat anders? Maar goed, dat was het dat voor nu. Goed, even bekijken aan die productions.